Laurens-Jan Anjema behoeft eigenlijk geen introductie. 29-jarige Hagenaar en meervoudig nationaal kampioen bewijst al jarenlang de beste squasher van Nederland te zijn. Sinds 1 januari van dit jaar wordt Anjema wederom tot de top 10 spelers van de wereld. Het voelt als een mijlpaal. Op 1 december 2010 stond ik, op mijn 28e verjaardag precies, stond ik voor het eerst in de top 10 van de wereld. Dat was een reuze mijlpaal. Toen heb ik eigenlijk het hele jaar 2011 niet meer in de top 10 gestaan. Maar wel eigenlijk zo goed constant gepresteerd, zodat ik 1 januari weer in de top 10 van de wereld stond, op nummer 9. Dus ja, het voelt heel speciaal. Vandaag ga ik een leuke sessie doen met mijn pa. De laatste tijd train ik wat vaker met mijn vader. Die ouwe heeft nog behoorlijk veel kennis. Dus, weet je, je gaat door periodes dat je helemaal niks aanneemt van je pa. En door periodes dat je gewoon je bek houdt en eigenlijk doet wat hij zegt. Daar probeer ik zoveel mogelijk gebruik van te maken. Ik doe een aantal explosieve sprongkrachtoefeningen in de gym. Dat doe ik de laatste tijd ook. En ja, nog wat agility oefeningen op de baan. En mijn trainer die is 40, misschien al ouder dan 40. En ik zat met hem 3 weken lang in een berghut opgesloten. We trainden als een beest. En ik zie die gozer met zijn sport omgaan op een manier waar menig topsporter een voorbeeld aan zou kunnen nemen. Dus echt gepassioneerd tot in de detail, op de kleinste details lettend. Waarom doet hij dit? Hij krijgt er niks voor terug. En het beste antwoord waarmee ik kon komen was omdat hij het gewoon leuk vindt. Weet je? Hij vindt het gewoon mooi om hier zo mee bezig te zijn. En als je iets doet omdat je het mooi vindt, als je probeert te genieten van die opoffering zelf, dan staat er een stuk minder druk op. En ironisch genoeg heb ik met die mentaliteit de beste resultaten prestaties geleverd. Jawel, absoluut. Soms verveelt het wel. Kijk, ik denk dat het met alles zo is, weet je. Als je zo intensief met iets bezig bent, dat kan ik heel goed. Maar de keerzijde van de medaille is wel dat je een keer een release nodig hebt, zeg maar. En dat heb ik gehad met kerst en oud en nieuw. Dan ben ik even helemaal niet met mijn sport bezig geweest. Het onderhouden van mijn sociale contacten. Veel uitgaan, veel stappen. Veel vrienden zien, ongecompliceerd lachen, even helemaal niet met sport bezig zijn. En dat is eigenlijk allemaal om het een beetje in balans te houden. Want je moet goed begrijpen, tijdens zo'n seizoen ben ik alleen maar on the road, alleen maar in het buitenland. Ben ik echt als een bezetene met mijn sport bezig. En op het moment dat ik op 18 december thuis kwam vanuit India, mijn laatste toernooi, toen had ik echt even helemaal gehad. En dan vind ik het echt heerlijk om 2-3 weken gewoon helemaal niet met mijn sport bezig te zijn. Ik ben niet heel vaak in contact met andere topsporters. Dus het is super leuk om zo'n avond met andere topsporters te socializen, te praten met hockeyers, tennissers, kitesurfers, noem maar op. En ja, dat gebaar van Robin dat hij zijn prijs met mij deelt, ja, was natuurlijk goud waard voor mij. Als er één ding mooier is dan door een jury te worden verkozen, dan is het om door een medetopsporter te worden gekozen. Ik ga me focussen op de dingen die ik nog niet heb uitgeput. De zogenaamde reservoirs van dingen die ik voor mijn sport kan doen. Gebieden op de baan en buiten de baan waar ik nog vooruitgang in kan boeken. Om die reservoirs gewoon absoluut uit te putten. Om daar zo hard mogelijk aan te gaan werken. Maar er nog een aantal dingen zijn waar ik absoluut beter in kan worden. En ja, dat prikkelt mij enorm. Nou ja, de verwachtingen zijn heel simpel. Het is dat ik Nederlands kampioen word en blijf. Weet je, ik probeer me ook niet zo te focussen op verwachtingen. Ik weet als geen ander dat uiteindelijk als je de baan op gaat met iemand anders, dat de kans dat je wint gewoon 50% is. Ik zal nooit iemand onderschatten en ik vind het super mooi om daar gewoon op het podium te staan als Nederlands kampioen. Dus het is nooit een makkelijke taak.